SJC-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Joop van Absfoude en Zonen, Dekos, Kriegen en Verhoek, Ton van der Plas en Alkema de Bouw. Eindelijk mocht SJC weer eens een keertje voetballen aan de lage weg. De wedstrijden in het nieuwe jaar waren allemaal afgelast. Maar de wedstrijd tegen de amateurs van Heerenveen ging toch door. Het veld, het eerste veld van SJC is slecht. Bij een flinke regenbui wordt het afgekeurd. Dus dat betekent dat Matthijs Turnhout, 12 jaar oud, als pupil van de week af mag op de keeper van Heerenveen, Justin van der Dam. En die laat heel sportief Matthijs Turnhout scoren. En hij houdt van carnaval, gamen en YouTube. Weet u dat ook weer? Gaan we naar het voetbal toe. De eerste kans is voor Heerenveen. Het is Kevin Rechts. Die raakt de bal maar half. En Ivar Span die schiet de bal hoog over. Wind en regen. Slechte omstandigheden aan de lage weg. Het is weer Heerenveen dat het probeert. Maar een hele slechte bal van de rechtsachter. Dat betekent de kans voor Sten Gozen. Gaat om de keeper heen. Moet eigenlijk gaan scoren. Het doel is leeg. Maar de verdediger van Heerenveen let goed op Paul de Jong. En dan komt het schot vanaf afstand van Martijn Walter. Maar dat gaat voorlangs. Prima kans was dat voor Goossen. Maar kreeg de bal niet in de lege goal. Goed verdedigd daar door Heerenveen. Heerenveen probeert weer uit te verdedigen. Lukt niet. Van Heiningen kopt hem door. Er staat daar Danny Steen voor de eenzaam en verlaten op de 16 meter. Keurig de openingstreffer voor SJC. Danny Steen voor de met de treffer. Niemand let op hem. Van Heiningen kopt hem eigenlijk door voor de combinatie. Maar Steenvoorde denkt, ik ga lekker alleen op die goal af. En de keeper van Heerenveen, Justin van Dam, is kansloos. SJC nog een keer met de corner vanaf de rechterkant. U ziet aan het vlaggetje dat het flink waait. En is het Walter, maar die bal wordt voor de lijn gehaald. Er is de rebound, Jelle Heenvliet. Maar ook die bal smoort in de verdediging van Heerenveen. Goede mogelijkheid weer voor SJC om die tweede treffer te maken. Dan zitten we inmiddels alweer in de tweede helft. De keeper van SJC heeft een schoon tenuutje aangetrokken. Dus ook een rood pakje aan. Aan de rechterkant is het Sloos. Die zet voor. En dan schot van Paul de Jong. De verdediger van Heerenveen bijna in de eigen goal. Maar dat wordt hem bespaard. Hier de Jong in aanvallend opzicht. Geeft de dieptebal. Die bal loopt eigenlijk door. Is daar de kans voor de Heerenveen. Dan is het Jasper Brouwer. Schelkens redt keurig met de voet. SJC probeert het weer aan die rechterkant. Is het Sloos. Terug op Stef van der Zalm. En die probeert het in de korte hoek. Maar de keeper van Heerenveen laat zich niet verrassen. Heerenveen met de wind in de rug in de tweede helft. Duidelijk sterker dan SJC. De bal ver voorin. Komt hij bij de rechtsbuiten van Heerenveen. Kapt zijn tegenstander uit. Maar schiet hem naast. Tom van Lingen was dat. Eigenlijk een waarschuwingsschot. SJC moet gaan opletten, want Heerenveen wordt sterker en sterker. Hier weer een gevaarlijke situatie, maar gelukkig voor SJC is het Schelvis die kan oprapen. En natuurlijk met wind mee in de rug, stevige wind mee in de rug, moet je het van afstand proberen. Een knal op de paal! En dan is het Heerenveen dat scoort makkelijk. Ivar Span, de goal is leeg, de rebound is voor hem. Dat betekent 1 tegen 1. Dan is er nog een kwartier te spelen en moet SJC echt gaan opletten. Heerenveen wordt sterker en sterker. Weer vanaf die rechterkant wordt hij ingegooid. Halve omhaal daar. Een Schelvis die met een slap handje redt. Dan kan hij ingeschoten worden. En via Schelvis, Han van Dijk namens Heerenveen. Een paar minuten voor tijd maakt hij de 2 tegen 1. Schelvis eigenlijk met een halve redding. Dan is de rebound weer voor Heerenveen. En via de knie van Schelvis verdwijnt die bal in de goal. Dan moet de SJC het gaan proberen. Ze hebben niet veel tijd meer. Kijken of ze nog een treffer kunnen maken. U ziet de overtreding niet, maar u hoort wel de schreeuw van Ruigrok. En dat betekent dat Niels den Haan een probleem heeft met de scheidsrechter. En dat heeft hij brood. En Ruigrok heeft pijn. Dan gaat SJC het nog proberen. Kunnen ze die gelijk maken nog op het bord zetten? Het gaat niet meer lukken in die slotfase. SJC verliest met 2 tegen 1 en daalt naar plek 3. Rob Timmerman, jaren geweest,
geen mooi verjaardagscadeautje. Qua voetbal niet. Ik zeg qua de uitslag niet. Nee, qua uitslag niet. Eerste helft, wedstrijd met twee gezichten, kan ik wel zeggen. Hoezo? Eerste helft, SJC goed. 1-0 voor. En de tweede helft was er eigenlijk ja, niets meer van de eerste helft terug te zien. Nou, ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat de weer ook een grote invloed erop heeft. Je speelt de eerste helft speel je met wind mee. En dan, Heerenveen is een fysieke ploeg. Zet veel druk, komt veel in de duels. En dat gebeurt de tweede helft ook. Ja, dan gaat het in mijn ogen gaat toch ook het weer wel een grotere rol spelen. En is het ook niet dat je toch te veel op die 1-0 voorsprong leunt? Nee, dat doen wij nooit. En dat is nu ook niet gebeurd. Daar worden ook geen afspraken over gemaakt. Ik denk dat we ook niet moeten onderschatten welke ploeg we tegenover ons hebben gehad. Het is ook gewoon een goede ploeg. En dat zeg ik, ze zetten snel druk, ze zetten voluit druk vooruit. En nu hadden hun het weer niet mee. Ja, en dan is het net alsof je de eerste helft veel beter bent, maar daar geloof ik niet zo in. Toen het 2-1 werd, toen leek het toch nog weer even te kunnen. Ja, maar ja, dan ga je echt volle bak vooruit spelen, omdat je natuurlijk alles of niks. Hè, je gaat natuurlijk van allerlei dingen doen om de wedstrijd te proberen te winnen. Ja, dat ga je niet doen als je 1-0 voor staat of met 1-1. Kijk, uiteindelijk kom je met 2-1 achter en op dat moment, ja, dan ga je volle bak druk zetten en dan zie je ook wat er gebeurt als we dat dan weer gaan doen. Is ook denk ik helemaal niet erg, want SJC doet hem natuurlijk naar verwachting, boven verwachting in die hoofdklasse en denk dat jullie als trainerstaf daar op zich wel heel tevreden over zijn, toch? Nee, daar zijn we ontzettend tevreden over en ook vandaag hadden we hem even goed weer kunnen winnen, dat heeft ook iedereen kunnen zien, minimaal gelijk spelen, maar het gebeurt niet en we zijn inderdaad heel tevreden, ja. En of dat boven verwachting was, ja, ik weet het niet, het is voor heel SJC de eerste jaar dat we in de hoofdklasse spelen, dus waar je precies staat zullen we aan het eind van het seizoen zien. SJC TV werd mede mogelijk gemaakt door Joop van Abswoude en Zonen, Dekors, Kriegen en Verhoek, Ton van de Plas en Alkema de Bouw.